In Den Haag werken heel veel mensen iedere dag aan het net iets mooier maken van de wereld dan dat die vandaag al is. Dat gebeurt in het Vredespaleis, dat gebeurt in tribunalen, dat gebeurt op ambassades. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in het stadhuis van Den Haag. Alle medewerkers van de gemeente Den Haag dragen daar ook aan bij. En of je er nou voor zorgt dat de straten schoon zijn, zodat wanneer CNN langskomt Den Haag er weer extra mooi uitziet. Of dat je degene bent die ervoor zorgt dat het veilig is, zodat wanneer er hier internationale conferenties worden gehouden, iedereen veilig overal naartoe kan. Iedereen die werkt bij de gemeente Den Haag draagt bij aan het net iets mooier maken van de wereld. Als je werkt bij de gemeente Den Haag, heb je automatisch invloed op iedereen die hier woont of die hier werkt. Of die hier op bezoek komt. Of het nou is dat je het strand schoonmaakt, of je zorgt dat een buurt veilig is, of je zorgt dat een gebouw er extra mooi uit komt te zien. In alles wat je doet, werkend bij de gemeente Den Haag, heb je invloed op de directe leefomgeving van iedereen die hier verblijft. Bij de gemeente Den Haag kun je eigenlijk met elke opleiding terecht. Want of het nou gaat over excellente dienstverlening, hoe zorgen we ervoor dat bewoners, bedrijven en bezoekers zo goed mogelijk worden bediend. Of het nou gaat om het ontwikkelen van de stad, denk aan de ontwikkelingen rond het Wijnhavenkwartier of op Scheveningen. Op alle niveaus werken mensen aan het mooier maken van de stad dan dat die vandaag al is. Bij de gemeente Den Haag kun je heel erg groeien in je vak. Juist als professional, omdat je bijvoorbeeld verstand hebt van architectuur en van bouwen. Of omdat je daaraan bijdraagt dat de dienstverlening beter wordt dan dat die vandaag is. Alle bewoners, bedrijven en bezoekers moeten worden bediend. En daarvoor hebben we professionals nodig. En de gemeente Den Haag staat al jaren te boek als de beste werkgever als het gaat om lokale overheden. Dus juist daar waar het gaat om het groeien, zorgen we ervoor dat de professionals hier toekomst hebben.